leuk je weer kijken naar al deze games. Vandaag ga ik verder met Life is Strange. En vorige keer was er heel veel gebeurd. We moesten natuurlijk die 5 flessen zoeken. En we hadden een soort van, we vielen een soort van flauw of zo. En ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar volgens mij moeten we nu weer even met Chloe gaan praten. Want die was helemaal bezorgd natuurlijk. Dus gaan even kijken wat ze gaan zeggen. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Wat wil ze doen? Oh, boohoo, Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oh jee, er komt iemand. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. Wie is dit? I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Oh, yeah. Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Hey, ga weg jij, joh. Laat me met rust. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back. Oh my god. Before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Oh my god, jongens, dit is heel erg wat hier allemaal gebeurt. Shoot, don't shoot. Oh my god. Oh my god. Ik weet niet wat ik nu moet kiezen. Nou, ik ga denk maar niet schieten, want waarom zouden we dat nu doen? Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Oké, nu vindt hij ons wel een pussy. Maar we kunnen hem toch niet zomaar neerschieten? Dat kunnen we niet maken. You have until Friday to pay me. Or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Oké, okay. Oh my god. Ja, ik wist niet. Ja. Ik weet het niet. You stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. Nou, oké, gelukkig is ze niet heel boos of zo dat we het niet hebben gedaan. We kunnen niet zomaar gaan schieten. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. Dat konden we echt niet maken. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Frank took Chloe's gun because of me. Ja, ik weet het. Waar moeten we eigenlijk heen? Waar is Chloe? Should leave this place with Chloe. Oké. Waar is ze dan? Oh, daar! Why did Frank have Rachel's... Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Oh, dan we gaan een stukje lopen. Gezellig, samen. Een stukje lopen. Ook was hier niet echt heel mooi of zo. I can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. You can't keep getting mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. No. And I just liked having that gun, man. Oh, what cute. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? Ja, dat is een goede vraag. Let's take a break and I'll talk. Chloe, vertel. Oh, niet handig om daar op het treindeel te gaan zitten, want er gaan daar allemaal treinen komen er langs. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? I'm freaked out, Frank. I'm freaked out. I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us.
He's armed and clearly dangerous. Ja, dat is waar. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The no. One in your joint, remember? Ze moeten daar eens mee ophouden met anyway, dat wiet roken. Hang out, bad boy. Bad boy. Is this your bad boy phase? No, it's my trying to scrounge some quick cash so Rachel and I could get the hell out of here phase. Frank had quick cash, that's all. That's it? No, I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Ja. Ik weet niet. Mijn hersenen zijn gefrituurd. I don't know anymore. My brain is so fried from all this. I need a mental enema. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens. And it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Ja, die Rachel is nog steeds vermist. Rachel and I, of why? Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. Nou, dan zijn we nog best wel hetzelfde als Max. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Ja, totdat er dadelijk een trein komt. Want die rijden hier ook nog. Travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. Dat kan ook. You are. You just have to stop being afraid. Oh, ze gaat foto's maken hoor. Perfect. Wat is dit allemaal? Waarom gebeurt dat alweer? Max! Help! I'm stuck! Oh my god, ze is stuck. Hoe kan je vastzitten daarin? The train. Oh shit. Oh my god. De train. Wat moeten we doen? Speak. Get me out of here, Max. Hoe dan? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Switching lever. Moet ik dat doen? Poel, ik doe het gewoon. I can't even move it an inch. Open. It's not locked. Oké, en nu? Wat moet ik doen in dit kastje? I better find a tool to cut those wires. Shit. Ja, ik kom, maar ik moet iets vinden. Nope, I don't want to go there. Oké, dan niet, maar... Ik moet vet snel een schaar of zo vinden, of een mes. Ah nee, daar komt de trein. Max, get me out of here! We kunnen natuurlijk rewinden, maar dat ja... Oh my god! Shit! Hoe? Oké, ik ben te laat. Crowbar! Ik heb hem! Ik heb hem! Te laat! Oké, dit moeten we rewinden. Wat erg. Ze is aangereden, jongens. Stel je voor dat we niet konden rewinden, dan was dit het. Dan was dit het gewoon. Take. Ik kan definitely use this bad boy. Oké, we hebben een crowbar en we gaan nu terug naar dat plekje met die wires. En dat moeten we even doorknippen. Ik weet niet waarom, maar we gaan het doen. Open. Look. I better find the tool to cut those wires. Oh, dat kan niet. We kunnen dit wel doen met de crowbar, toch? Ja. Oké, nou die crowbar kunnen we ook weer weggooien. Oh jee, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Oké, door, open. I can't budget at all. Crowbar. Score. Oh god, ze is alweer aangereden. Max, crowbar, upskate. Score.
Oké. Een mes of zo. Of iets. Iets wat we kunnen doorknippen. Ja, ik heb hem. Take. Now I can pull a total MacGyver. Ja, praat niet zoveel. Ren! Oh my god. Ja, ik rewind maar alvast. Want ja, we zijn toch wat te laat anders. Oké, snel. Hupsakee. Cables. Pliers. Which wire to cut? The green. Ik weet het niet. Ik weet niet welke. Oh, stupid light. No go. Shit. Oké, rewind. Wel handig dat we het steeds kunnen rewinden. Kunnen we het nooit fout doen. Pliers. The yellow wire. Oké, dat was hem ook niet. We zijn... Oh, pliers. Oké, nou, dan de red wire. Oké, snel dit doen. Pull. Oh my god. Wat een sensatie, joh. You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Ja, nou, ik had wel een paar keer voor nodig om dat om haar te redden. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero. Oh ja, ze moeten ook naar school natuurlijk. Ze zijn al vet lang niet meer op school geweest. Ze zijn alleen maar aan het chillen met Chloe. That's okay. We will. Forever. Ah, wat een cuties. Helemaal BFF's, beste vrienden. Hebben het helemaal leuk samen zo. Nou, ik vind het helemaal leuk hoor. Oh, dan zit ons ook nog even af op school. Wat aardig. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with art lesson. Nou, sorry, we hebben lang geen artklas gedaan. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Hmm. Explain what? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? It means shit happens. Wait at me. No, crazy shit happens. Because it can. And will. Sorry als jullie trouwens mijn deur soms horen, maar het waait buiten heel hard en daardoor tocht het heel erg en dan gaat mijn deur helemaal kopperen. Ik weet niet of jullie er last van hebben, maar als jullie last van hebben, weten jullie waarom het is. Ik kan er niet zoveel aan doen. Oké. Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Box ouwe. Nou, let's go naar de klas. Naar de les. Want daar moeten we ook maar eens heen. Nu Chloe. Daar ook weer vanaf. Nee, grapje. Nou, dan zijn we weer op onze mooie school. En dan gaan we weer naar de les waar we gepest worden en waar die meneer is. Nou ja, we worden wel een beetje gepest. Enter the Vortex Club, stond dat er? Wat is de Vortex Club ook alweer? Het vergeten? Oh, hoi. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Nou, dan gaan we eventjes rond chillen als we nog tijd hebben. Nou, ik ga niet met hem praten, dat durf ik niet. Trevor, ik wil niet mee praten, dat durf ik ook niet. Oh, hallo. David. Oh, dat is de ene die dat meisje heeft gepest. Zullen we daarmee praten? Ik ga het gewoon doen. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Wat moeten we nu zeggen? No? No, it belonged to a friend of mine. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you. But it has been to Chloe. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh.
You treat Kate bad. What about Kate? What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, nee. This isn't just about Kate Marsh. Maar weer dit hebben. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Nou, oké, okay, doei. Wat is dit voor poster? If my tornado vision came true, it would be the end of the world. Ja, inderdaad, want daar hebben wij natuurlijk altijd van die visioenen over. Wat is dit? Wat staat hier? Good thing I left my AK at home. Gun-free zone. Oh, oké. Okay. Nee, dat lijkt me meer dan logisch dat dit een gun-free zone is. Trophy. Kijken. Zullen we hierheen gaan? Nou, dat kan niet. Banner. Wat is de voordichtclub? Misschien gaat ze het zeggen. These assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Oh, hier kan je een poster halen of zo? Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I do. Anders kom ik hier niet heen. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Oh, no, sorry hoor. A dress? Sorry, but nice try. What a bitch! Moet ik het rewinden? Ik ga zo wel rewinden dan. Oh, nou. Oké, dan rewinden we het niet. Nou, we gaan maar naar de art class, denk ik. Als die al begint. Want, oh, we hebben een sms'je. Sit down, science bra. Oh, I'm in the Sci-Fi lab. Now, I'm no extraordinary skiddy. See you soon. Oké, hij is dus in de... Oh, wacht. Hadden we nou... Waar zijn onze sms'jes hier? Dead. Oh, dat is oud. Ik dacht dat... hoe heet het? Dat het nieuw was. Zo, joh, zet je muziek eens wat zachter, joh. Kijk, waar is het science lab? Science class, dat is ook die kant op. Nou, zullen we daar dan maar even heen gaan? Ik weet niet wat hij te vertellen heeft. Science class. Oh, daar zit hij. Zullen we toch nog naar de film gaan? Of ben ik gek? Speak. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Oh, yay. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Sodium? Ik heb geen idee. I have a vision. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Oké, nou, ik ben benieuwd of het goed gaat. Als het ontploft is het onze schuld. Damn, ja, zip, nothing, nada. Oh, nou dan moeten we het even terugdraaien en dan kiezen we gewoon opnieuw. Think, big brain, think. Hey, Warren. Oké. Maxwell Silver. Toen kiezen wij potassium. Meer keuze is er niet. You decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works. You get a free hug. Oh, nou dat willen we wel hoor. Of ik weet eigenlijk niet of Max dat wilt van hem. Oh, kijk nou. Weird science. Nou, nu krijgen we toch een free hug. Yes, I am a scientist. Fuck. Yes, I am a scientist. Fuck. Oh, ga je nou twee keer hetzelfde zeggen? Oké. Ik dacht dat we nog een gratis knuffel kregen. Maar blijkbaar niet. Look. That's a minor fail. Oké, ik ga er vandoor. Doei, ik weet het niet meer. Dan gaan we maar naar onze eigen klas toe. Kijk, art. Dat is denk ik daar, bij die man. Stop acting so brittle. I'm trying. But you have to understand my position. Oh, ze loopt zo even tegen ons aan. Wat gebeurt hier? Nobody. Kate, kom hier. Stop. Don't come near me. Oké. Sorry. Wat een drama, wat gebeurt er allemaal? Speak. Sorry to bother you, Mr. Jefferson.
I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. David Madsen. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. Nou, sorry hoor. I promise this matter is being discussed by the fact. Ja, we hadden wel een foto gemaakt, maar dat hebben we natuurlijk teruggedraaid. Everybody knows. Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? No, missed call. No. I just don't want Kate Marsh to be the next Rachel Amber. Rachel Amber? Nee, dat wil ik ook niet. What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. That was private. That was a private conversation. Not that I wouldn't tell you. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me. Oh. Max. Hello. Now do we... Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Nou, oké. Okay. Doe je? Nou, dan gaan wij maar de klas in. En dan gaan wij weer lekker de les in. Maar jongens, dat gaan we de volgende keer doen. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!